Goedemorgen, welkom bij ons eerste vlog vanuit Tanzania. Leuk dat je kijkt. De komende 10 weken gaan wij een serie maken van 10 vlogs, waarin we jullie laten zien hoe wij hier in Moshi, Tanzania, leven, ons werk met Makasa, hoe we onze reizen organiseren, maar ook de cultuur van Tanzania zal aan bod komen, de landschappen en ja, eigenlijk gewoon een kijkje in ons leven in Tanzania hier. Nou, hartstikke leuk dat we jullie mee mogen nemen. Vandaag gaan we iets heel leuks doen. Het is nu zaterdagochtend en ik ben eventjes bij kantoor om nog wat laatste dingetjes voor wat reizigers te regelen die dit weekend op safari gaan. Maar ik ga straks naar huis en daar wachten mijn ouders. Die zijn even op bezoek. Die wachten daar op mij en onze kindjes natuurlijk. En dan gaan we een nachtje bij de Maasai slapen in de Maasai Lodge. Dat is gelegen in West Kilimanjaro. En het is ongeveer een uurtje, anderhalf uur rijden hier vandaan. En ja, we gaan daar gewoon lekker het is vandaag zaterdag, dus lekker het weekendje doorbrengen. En het idee is een beetje om, ja, meer over de Maasai te leren. Wij weten natuurlijk al heel veel, maar we vinden het nog steeds heel leuk om meer van ze te leren en mee te maken. En we gaan slapen in een Maasai hut die ze, ja, voor de gasten hebben voorbereid. Dus ik ga jullie meenemen. Are you ready, Danny? Gaan we naar de Maasai Lodge? Rocky. We doen op een safari. Jij bent er klaar voor, hè? Hi, Duintje. Gaan we bij de Maasai slapen vannacht? Ja. Heb je daar zin in? Ja. Het wordt een beetje spannend, Daan. Hi, Josfien. Was het een goede rit? Ja? Kijk, waar zijn we? Maasai Lodge. Maasai Lodge. Zien ze er mooi uit? Wat? Zien die Maasai er mooi uit? Ja. Before entering the Maasai Lodge, you have to get a little bit of blood so that you come a real Maasai yourself. Yeah. So Lelishabo, it's the blood of God. Ik neem wel wat. Asante! Hou me gewoon vast, Cecile. Ja. Dank u, Asante. Lekker, wauw. Een beetje bloed? Ja, bloed. Oeh la la, Josephine, wil je proeven? Nee. Ja. We lopen naar onze kamer. Wij zijn bij ons huisje aangekomen. En dit is onze Maasai hut voor vannacht. Ik ga jullie meenemen. Dit is het. Wauw. Het is echt wel heel erg mooi gemaakt. Hier is een klein zitje. En hier is een tweepersoonsbed met echt superleuk uitzicht over de Maasai Plains. En dan is daar nog een zitje. Het hele dak is echt gemaakt van dat lemongrass. En we hebben een familiehuis. Omdat we 3 kinderen hebben, hebben ze ons een familiehuisje gegeven voor heel wat personen. Want hier is nog een tweepersoonsbed. En hier zijn nog 2 stapelbedden. Genoeg plek dus voor iedereen. Onze oudste 2 zijn al super excited om boven in het stapelbed allebei te gaan. En dan is hier een kleine bagage.
ja, een soort van inloopkastje. En hier is de douche. Wel heel mooi dat ze dan toch zo'n Maasai hut hebben gemaakt, maar dan wel met een lekkere fijne Europese douchekop. Dat vinden wij toch wel lekker dan om te douchen vanavond. De wastafel. Hi. En een toilet. Nou, echt super. Hier gaan wij ons wel een nachtje vermaken. En als ik dan naar buiten loop, dan hebben we een klein terrasje. Een klein terrasje hier. En hier. Nou, en ook echt weer prachtig uitzicht. Ik denk niet dat het heel goed overkomt op de video, want het is vaak moeilijk om dat echt zo te krijgen zoals het er ook echt uitziet. Maar het voelt zo mooi. En dan als we straks weer hier teruglopen, dan gaan we weer richting het restaurant. En er is ook een zwembad, dus we gaan nu even een drankje drinken bij de bar. Welkom bij het zwembad van de Maasai Lodge. Wauw. Dit is wel echt heel erg mooi. Hier is het kampvuur vanavond. We zijn nu aan het wachten op de ezels. Die komen straks. En dan gaan de kinderen ezel rijden. Gaan jullie ezel rijden, jongens? Ja. Ja. Waar is ze? Weet ik niet. Ze komen eraan. Ze zijn nog even met de Maasai op pad. Say hello. Say hello. Honda. Ik probeer het een beetje op film te krijgen, maar het is nogal moeilijk om het echt weer te geven zoals het hier is. De landschappen zijn echt heel erg mooi. We hebben net zebra's gezien, gewoon vanuit de lodge. Oh, daar gaat Daan. Het was even een time-out, want Daantje die ging er vandoor. Die zag dit ezeltje achter ons en die dacht, hey, hier moet ik achteraan. Huh? Boefje? Ja, je bent een boef. Je dacht even kijken hoe het met de ezel is. Nieuwe vriend. Ja, dus het is echt super, super mooi hier. We genieten onwijs en het is echt een aanrader voor elke gezin, stel of familie die hier komt. Ja, nou, we gaan straks gaan de kindjes alvast lekker eten, dan een kampvuurtje en dan gaan wij zelf lekker eten. Goedemorgen vanuit de Maasai Lodge. Het is nu 6:15 ochtends, nog heel vroeg. Onze kindjes maakten ons al om 6:30 wakker, dus we zijn al eventjes wakker. En we zijn nu aangekleed en we gaan nu lekker naar het ontbijt lopen. Dus we gaan er mee. Hi liefies! Heb je hier een mooi uitzicht? What do we see here? Gaan we ontbijten? Wil jij ontbijten? Ja. Wat ga je eten dan? Dat zien we wel. Snoepjes! Snoepjes? Nou, ik denk het niet. Op naar het ontbijt. Ik zit op dit moment even bij het huisje, want onze kleine Daniel die is even aan het slapen. Die doet 's ochtends nog een slaapje rond 11:00 meestal. Dus we zitten even in de Maasai hut en hij ligt lekker op bed en ik ben aan het wachten eigenlijk tot hij wakker wordt. Straks gaan we lunchen en dan gaan we alweer terug naar huis, want het is dan zondagmiddag. Kindjes moet morgen weer naar school. En wij weer naar kantoor. Dus het was een hartstikke leuk verblijf. De Maasai Lodge is echt een aanrader. We gaan hem ook zeker opnemen in onze reisvoorstellen. Wij, Komi en ik, proberen altijd eigenlijk regelmatig nieuwe accommodaties op dezelfde bezoeken. En dan ook een nachtje te slapen om te kijken hoe het echt is. Ook voor de klanten als ze hier zijn. En
Ja, dat is een hele, natuurlijk voor ons superleuk dat we dat kunnen doen. En ook een hele goede manier om onze klanten weer goed te kunnen adviseren over hoe de reizen eruit zien, hoe de accommodaties eruit zien, wat ze kunnen verwachten als ze met kinderen reizen, of de familiekamers zijn, hoe het eten is, al dat soort details. Ja, kunnen we wel echt goed uitleggen. Dus nou, dat weten we nu ook van de Afrika Amini Maasai Lodge. En nou, zoals gezegd, ik raad hem heel erg aan. Ik kan hem van harte aanbevelen. En we zullen er op onze website ook nog wat meer over schrijven. Dus nou, wij gaan dus straks lunchen en dan naar huis. En dan ga ik jullie gewoon vanaf morgen weer meenemen naar kantoor en school en alle andere dingen die we meegemaken komende week. Goedemorgen. Het is maandagochtend, 8:15 en ik sta voor mijn kantoor. En ik ga nu even naar de accommodatie hiernaast. Dat is MCF Kilimanjaro Lodge. En daar slapen veel van onze klanten voor hun eerste nachtje. Het hoort bij een school van opgezet door Ngami's moeder. Daar zal ik later nog wel meer over vertellen. En ik ga daarheen, want daar vertrekken klanten deze ochtend op safari. Dus ik ga de klanten zelf niet filmen, want ik heb dat nog niet met ze overlegd. En ik weet niet hoe ze dat vinden. Maar ik zal in ieder geval eventjes laten zien hoe dat vertrek gaat. Daar staat de safari jeep al klaar. David is de gids deze ochtend. Dus die zal hier al ergens zijn om voor te bereiden. Hier binnen zijn 7 stoelen, sorry, ook nog één in het midden. Dus er kunnen 7 klanten zitten en dan kan het dak hierboven kan open voor de game drives. Dus dan kan je zo dat, daar kun je zo eigenlijk in de auto staan en helemaal rondom kijken naar de wildlife en alles wat je ziet. Hier is het water al gepakt voor de klanten. In deze jeep gaan vandaag 8 mensen op pad. Dat is een behoorlijk volle groep. Meestal doen we dan 2 jeeps. Maar ja, omdat het nu 1 gezin was en ze graag samen wilden reizen, doen we het samen. Dus nou, ik ga eventjes naar de lodge. Dit is het restaurant van MCF Kilimanjaro Lodge. Hier zitten buiten de gasten lekker te ontbijten, maar ik ga even... Hi David! Hi Selma, good morning. Morning! How are you? I'm fine. I'm making a short video for Makasa. For Makasa. Yeah, just how we operate, so now you're on it. Is that okay? Yes, everything is okay. Are you ready for safari? Yes, I'm ready for safari. I'm going to meet with my friends there outside. Oh, great. So great. Everything is perfect. I'm ready for adventure. Great. Okay, I'm gonna meet them too now. Yeah, okay. Mama. De klanten gaan hun spulletjes pakken en dan off to safari. Daar gaan ze. Veel plezier. Geniet ervan. Doei. Daar gaan ze. Op safari. Nou, alle gasten zijn dus nu weg van die deze ochtend zouden vertrekken. Dus ik ga naar kantoor en mijn mailtjes doen, nieuwe offertes uitwerken. We hebben 2 nieuwe meisjes vandaag starten op kantoor. Dus die ga ik een beetje inwerken en laten zien wat hun taken worden. En ja, dus een druk maandagje voor de boeg. En ik zal jullie meenemen waar het kan. Welkom op school van onze kinderen. International School van Moshi. Hi Josephine. Hi. Wat heb je vandaag op school? Sportdag. Sportdag. Heb je er zin in? Ja. Chris heeft sportdag en hier hebben we nog meer van het gele team. Super. Meru team. Vast. Karibuni, dat betekent welkom allemaal. Zullen we deze kant op, jongens? Ja. Karibuni. Dag. Veel plezier op school. Zo, ik ben bij kantoor aangekomen. Kindjes zijn op school afgeleverd. En die hebben dus sportdag. Ik ga later nog even kijken hoe het gaat en ze aanmoedigen. Hi ladies! De meisjes van kantoor staan al te wachten. Hallo! Ze staan al te wachten tot ze naar binnen kunnen. Ik ga de deur nu even openmaken.
Nou, kunnen we allemaal aan de slag. We beginnen altijd om 8 uur met werken. En dan zijn ze om 4 uur klaar. Nou, welkom op kantoor. Terwijl de kindjes lekker in de tuin aan het spelen zijn met oma, ga ik deze vlog afsluiten. Heel erg leuk dat je gekeken hebt naar ons allereerste vlog vanuit Tanzania. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog, like de vlog of abonneer je op ons kanaal, zodat je alle updates krijgt wanneer er weer een nieuwe online staat. Elke week plaatsen we een nieuwe vlog in het weekend, dus blijf ons volgen, blijf meekijken en we hopen je te zien natuurlijk in het echt in Tanzania.